Na 8 jaar is er eindelijk een besluit genomen over zwembad Brandenburg in Bilthoven. Het huidige zwembad wordt afgebroken en er komt 1 nieuw bad voor in de plaats. Als het 1 bad wordt, ja, dan is het gewoon kosteneconomisch dat ze 1 bad kiezen. Maar het is jammer. Ik vind het jammer dat er zo'n plan is. Sportstichting Samen Verder en Stichting Water zijn boos over het besluit dat de gemeenteraad genomen heeft. Ze hebben zelf een plan gemaakt en dat hebben ze doorgedrukt. Schandelijk, echt schandelijk. Geen debat voor ingenomen standpunten. En nu een oplossing en een besluit waarvan men eerst nu de kaders vaststelt en daarna gaat kijken of het past voor de gebruikers. Dus eigenlijk vond ik het een gênante vertoning en de beeldsportgemeente onwaardig. Wethouder Jolanda van Hulst is blij met het besluit. Zij verwacht dat er in het nieuwe bad voldoende rekening gehouden zal worden met de wensen van de huidige gebruikers. Er komt water in waar alle doelgroepen in kunnen zwemmen. En de raad heeft gisteren ook een motie aangenomen met de opdracht dat wij gaan onderzoeken of daar een scheidingswand bij aangeschaft kan worden. Zodat we echt met 2 verschillende temperaturen kunnen gaan werken. Dus 1 bad met koud en warm water. Het zou een uitkomst moeten bieden om de waterpolovereniging, verstandelijk gehandicapten en ouderen in 1 bad te kunnen laten zwemmen. Toch is Sportstichting Samen Verder bang dat verstandelijk gehandicapten geen gebruik zullen maken van het nieuwe bad. Wij hebben warm water nodig en nou ja, kan dat dan op het moment dat wij daar aanwezig kunnen zijn? Dat is nog maar de vraag. We hebben ondiep water nodig, we hebben eigenlijk een combinatie nodig. En ook nog eens een keer een normaal zwembad, een normale temperatuur om baantjes te kunnen zwemmen. En het probleem is dat wij dat, ik verwacht dat we dat allemaal niet voor elkaar gaan krijgen. Ook Stichting Water vreest dat er met de komst van het nieuwe zwembad te weinig rekening gehouden zal worden met de wensen van de huidige gebruikers. Er wordt nu nog een onderzoek gedaan naar of de wensen van de doelgroepen, hoe die het best kunnen worden ingevuld. Nou, het antwoord daarop zal blijken uit straks gesprekken met onder andere het college. Misschien dat men dan alsnog tot bezinning komt. En zo niet, dan stel ik voor dat we de komende 35 jaar daar het Jolanda van Hulsbad neer gaan zetten. En dan zien we aan de naam wie daar verantwoordelijk voor is. Gaat het goed, krijgt ze de credits. Gaat het niet goed, en dat denk ik dat het een grotere kans is, dan weten we ook wie we daarvoor kunnen aanspreken. Van Hulst is in ieder geval positief over de toekomst van zwembad Brandenburg. Voor het huidige zwembad zullen we met heel veel kunst en vliegwerk moeten openhouden. Waar ik onze medewerkers heel dankbaar voor ben, want dat doen ze heel goed. En daarnaast gaan we heel hard aan de slag met tekenen en plannen en een programma van eisen maken om zo snel mogelijk te gaan zorgen dat we kunnen gaan bouwen.